Een schoolzaakje. Hey, dat zie je. Fijn dat zie je maken. Waar het voor ons op aankomt, dus nu effectief, dat de Vlaming aangeeft dat hij kiest voor de verandering en dat we ook effectief de kans kunnen krijgen om die verandering te bewerkstelligen. Een dag campagne, daar hoort voor N-VA een marktbezoek bij. Met Steven van de Put, lijsttrekker voor de Kamer, trekken we naar Tongeren. En net als bij de andere markten is N-VA ook hier met een grote groep. Als je met meer volk bent, trek je meer, valt je meer op, daar komt het op neer. Hè? We proberen niet te agressief te zijn op de markt, dus niet iedereen kost wat kost een briefje mee te geven. Als we er tegenkomen die op de grond liggen, rapen die op, dat gaat je zo dadelijk wel zien. Natuurlijk heeft zo'n grote groep ook nadelen. Jan, die zit je elke keer kwijt. En Jan, goedemorgen. Niet te bezitten. In de peilingen zit N-VA op roze. Maar enkele uitspraken zorgen de laatste tijd voor ongerustheid bij heel wat mensen. Dat zie je ook op de markt. Mensen spreken nu aan over hun pensioen, over werkloosheid ook en dergelijke dingen meer. En het is voor ons belangrijk om dan uit te leggen ook wat we juist voor hebben. Want we willen natuurlijk niet de mensen zomaar in de armoede storten. Het gaat er juist over dat we allemaal samen beter worden. Dat wil de N-VA doen met een plan V. Plan V komt er eigenlijk op neer dat we zeggen we moeten verantwoordelijkheid terug belonen. En we moeten zorgen dat we de maatschappij sterker maken voor zij die de maatschappij nodig hebben om voor hun te zorgen. En dat kan alleen maar door economisch er terug bovenop te komen. En daar zijn natuurlijk een aantal maatregelen die wij voorstellen. Heel in het begin van de legislatuur, onmiddellijk, om nu van start te gaan. Om het beter te hebben tegen het einde. En dan gaan we naar Railport in Lanaken. Dit project had de verkeersader moeten zijn voor al het goederenverkeer in de regio. Maar hier rijdt bijna geen enkele trein. Symbolisch picknickt N-VA daarom op de sporen. Wel, eigenlijk is het heel simpel. Hè. Wij willen dat die verbinding tussen Bilze en hier in feite dat die terug open gaat. Voor eerst voor het goederenvervoer en als het kan ook voor personenvervoer. Want het is natuurlijk gek dat we vandaag om naar het buitenland te gaan altijd vanuit Hasselt bijvoorbeeld over Luik moeten rijden. Na Lanaken wacht nog eens het zoveelste debat. Nu dat van Radio 2. Elke dag zitten de Limburgse politici wel aan een debattafel. Misschien een goede mogelijkheid om partners te vinden na de verkiezingen. Er zijn 101 scenario's mogelijk, maar ik denk dat het op Vlaams niveau eenvoudiger zal zijn om een regering te maken. Sowieso omdat je met minder partijen zult zijn dan op het federale niveau. Dus ja, laat dat maar snel vooruit gaan. Ik geloof ook dat we met als Vlaamse coalitiepartners samen naar die federale onderhandelingen moeten gaan. Want dan kunnen we tenminste de dingen vragen die we willen, zodanig dat ook het beleid op elkaar afgestemd is. En dan is het afwachten welke rol Steven van de Put, toch wel de begrotingsspecialist van de partij, krijgt. Ik heb heel hard meegewerkt aan het congres, aan het socio-economisch stuk van het congres. Ik heb ook meegewerkt aan het opstellen van het programma. Ik word af en toe gewoon uitgestuurd als woordvoerder voor een aantal thema's. Dus dat is wel fijn. Ik probeer gewoon mijn job goed te doen en we zullen wel zien wat komt.